Ik ben Laurine, ik ben de moeder van Ophélie van 6 weken oud. En ik ga jullie wat vertellen over de Carum van Ardo. Dat is een borstkolf van nogal formaat. Het is een vrij professionele borstkolf. Hij is dubbel en hij heeft ook meerdere standen. Je kan hem in een stimulatiefase zetten of in een afkolffase. En binnen die fases kan je ook weer variëren in vacuüm of in cyclus. En het fijne daarvan is dat je dat heel geleidelijk kan doen, zonder dat je ineens in de pijn schiet. Het lastige van dit apparaat is wel, het is een dubbele kolf, dus je hebt je handen vol. En als je vervolgens van stand wil veranderen, dan heb je toch echt wel iemand anders nodig. Maar daar staat wel tegenover dat hij gewoon heel fijn is in gebruik, omdat hij zo geleidelijk aan in te stellen is. Voor moeders die echt problemen hebben, zoals tepelkloven en borstontstekingen, is er ook nog een speciaal sensitive program die je aan kan zetten. Waarbij je dus echt gewoon heel zachtaardig met je borsten wordt omgegaan, wat op zich wel heel fijn is. Verder is het nogal een groot en log ding. Niet zo handig om ergens mee naartoe te nemen, daar is hij ook niet helemaal voor bedoeld. Hij is gewoon echt ideaal. Een aanrader voor mij om je borstvoeding gewoon goed op gang te krijgen, je melkproductie op gang te helpen en daarmee je eerste periode met de baby gewoon heel prettig te maken. Dat was het. Dank jullie wel. Dag!